Teun en Guus varen. Maar gelukkig gaat dan maar door, hè. Kom jongens. Op de plek waar het openluchtspektakel Biesbos onder vuur volgende week wel in première gaat... Ik ben een Duitser. De kwaaie Duitser. Met onder leiding van regisseur Torsten Kolijn druk gerepeteerd voor de theaterversie van Biesbos onder de vuur. Een theaterspektakel dat bijna niet doorging omdat producent Rinus Razenberg vergeten had om een vergunning aan te vragen. Het gaat gewoon door. Het gaat gewoon door. Met of zonder vergunning. Na die uitspraak van Razenberg ontstond er veel onrust. Onrust bij de politiek, maar ook onder acteurs en regisseur. Ah, dat gaat allemaal goed komen. We gaan sowieso door natuurlijk. Hè? En dat is Timus Rinus, hè? Die gaan gewoon door. Want ja, dan krijgen we opstand. Hè? Ja, iedereen stond achter me natuurlijk. Iedereen die tegenkwam. Ja, jongen, je hebt groot gelijk, man. Die regelgeving. Ja, man, je doet toch iets goeds, iets leuks. Kom op. Heel de maatschappij. En dan komen felle discussies. Heel die maatschappij gaat kapot op deze manier. Ja, meteen. En dan moet je meteen teruglopen, want ik heb je naderhand nodig hier. Commissaris van de Koning Wim van der Donk die maakte met één pennenstreek aan alle discussies een eind. De 10 voorstellingen die mogen doorgaan, schreef hij aan Rinus Razenberg. Jongetje, je bent fout geweest. Maar je hebt goed je best gedaan. Het mag doorgaan. En succes, hè? Kom op. De belangstelling voor de 10 voorstellingen, die alle 10 zijn uitverkocht, is door alle aandacht enorm toegenomen. Uit het hele land is er extra vraag naar kaarten. Van de week krijg ik nog een telefoontje van iemand. Ik wil met een heleboel veteranen willen komen. Ik zeg, ja meisje, ik mag maar 100 mensen herbergen. En jij wil met 20 mensen komen, dat kan niet. Dat is jammer. Heel jammer. Biesbos onder vuur, de theaterversie. Op zaterdag 14 september is de première midden in de Biesbos. We gaan ervoor. Op een moeilijke weg allemaal mee.